Sambar. Ja. Zes Brazilië. Bijna altijd uitgekocht hoor. Uit het hele land komen de mensen. Dit is het 20e jaar dat het gebeurt. We varen nu op de Ververstroom. De Ververstroom, omdat we dus langs de Ververstraat komen. Waar we nu varen, dit werd op een gegeven moment niet meer gebruikt als vaarwater. De Zuid-Willemsvaart was gegraven tussen 22 en 26. En toen werd dit één groot riool. Daarom staat ook hier boven dat bordje. Ooit was dit een riool. Nu stroomt hier boven en slijt de aarde. Een beetje zwaar. Den Bosch in december 1972 heeft verklaard tot beschermd stadsgezicht. Dat inhield dat er dus niet verder mocht worden gedempt. Een huisje uit 1463. We hebben namelijk, dat zie je op de schilderijen van Jeroen Bosch heel vaak, veel brand. Dat had te maken met de stadsbrand van 1463. Gebouwd worden alleen nog maar in steen en lei. Maar goed, die twee dametjes, 84, die zijn bij de gemeente gaan vragen van nou, omdat ze dus een hele mooie mozaïekvloer hadden. En de... Het is allemaal vanaf 1973. Voor 1973. We hebben de gids, die lelijke rechte betonnen balken. Alles van voor 1973 heeft men gerepareerd in beton. Daarna is men gaan restaureren. Zoals men het aangepakt. En de beton zijn gewoon allemaal extra verstevigingen van voor 1973. Krijg je straks wel een heel mooi voorbeeld. En hiervoor was zijn schuurtje. Zijn schuurtje was afgebroken. Hij had hier namelijk zijn gaanderij. Kon hij zo naar zijn plaats en daarna zijn schuurtje. En in de 60e jaren was het schuurtje afgebroken door de gemeente. Hij heeft in eigen beheer opnieuw opgebouwd. Met de tekst: de strijd is gestreden, de dies gebleven is in toog en rezen. Huisje, dat was vroeger het transformatorhuisje van de Griffie. En dat is nu een opslagschuurtje. En voor ons krijgen we nog een paar van die reparaties. Oh ja, hier. En dan gaan we onder het voorplein van het Noord-Brabants Museum door. Het Noord-Brabants Museum is in 1340 van oorsprong verbouwd door de Bovarden. Later hebben daar de Jezuïeten gezeten. In de 70e, 60e, 70e. Kleinere. Het eerste gedeelte is de hel. Er zijn aan allebei de kanten vlammen met allerlei demonen en rare schepsels van Jeroen Bosch. En dan gaan we de hoek om en dan komen we in het paradijs en dan komen we allemaal engeltjes tegen. Na de verdiepingsvloeren geopend worden, kwam het zand naar beneden en werd het vuur zo geblust. En die heren die gezorgd hebben dat de binnendienst nog bestaat, hebben gezorgd dat hier een parkeergarage kwam. De aandacht van de Sint-Jan in het stadsbeeld zou bepalen. En voor ons. Aan alles komt een eind. Even wachten tot hij. We hebben hier namelijk een dieselduiker. We hebben hier een dieselduiveltje en die kijkt van waar is hij toch gebleven. Hier heeft ooit iets gestaan. Wat een lucht helemaal op, hè? Nou, hoe weer licht ziet. Ja, echt serieus. Nou, ik ging het eerste stukje mee en dat laatste stuk erop. Ja? Oh. En als je zelf geen kousen verdient, dan weet je ook niet. Niet wat het is. Nee, dat kan ik me voorstellen. Oh. Dit noemen ze ook wel eens een bossenaar. Nee. Waar dan? Omdat je nu grond een bek heeft. Ja. Oh ja, die kan zijn mond niet houden. Juist. Een bossenaar kan het niet onder water zwemmen, hè?